meisje vinden nou nep of niet? Of ik een echte relatie heb? Ja. Nou... Hallo liefdesmeisjes van Tom van als Gamer, ik ben hier vandaag samen met... Tjube, we zijn in het hotel, we zijn niet gay, ik ga hier zo meteen weg. Hij gaat alleen overnacht samen met Jeyun. Oké, we zijn wel gay, ik niet. Wij gaan vandaag het hebben over een heel belangrijk onderwerp, namelijk over meisjes, vriendinnen en over zijn vriendin, over mijn... Eventuele toekomstige vriendin. Hij heeft meer, hij heeft hoes man, hij heeft bitches. Kijk, weet je wat, ik kan niet gewoon één iemand bellen. Kijk, hij heeft een beetje tussen 20. Dat is wel eng. Laten we even beginnen over het onderwerp, maar voordat we beginnen, like op de video. Abonneer op onze YouTube kanaal. Like als je kijken. Tegen, als je voor gelijke rechten van mannen en vrouwen bent. Like ja, voor dat gelijke sowieso. Rechten. Like gelijke rechten. Maar oké, laten we beginnen met het onderwerp man. Jij hebt sinds kort een vriendin. Yes man, ik heb nu ongeveer een paar weken een vriendin. Op YouTube heb ik het sinds ongeveer 2 weken geleden aangekondigd. Dus ja man. Oké, en ik wil even een heel eerlijke vraag stellen. Ja. Is het gewoon nep of is het gewoon legit? Ik weet niet waarom mensen die vraag zo vaak stellen. Oké, moet ik beginnen? Ja. Ik wil dit zo graag weten, gewoon puur omdat ik een keer aan het plassen was. Oké. En een eerste klasse kwam terwijl ik aan het plassen was en die vroeg rond. Dus alsjeblieft, is het nou echt of nep? Oké, jongens, de relatie tussen mij en Soraya is een echte relatie. We hebben er ook lang over nagedacht of we het op YouTube moesten laten zien. Omdat we bang waren dat mensen inderdaad, zoals die eerste klasse die aan het plassen was naar Stolkamp, zouden gaan denken dat het nep was. Maar het is wel een echte relatie. Kijk, weet je wat het is? Als je op een gegeven moment zo van neppe dingen doet, dat is waar. Kijk eens, niks meer. Door het verleden, mijn verleden. Maar nu weet u het antwoord hier, live. Kijk eens in live. Hey, je hebt gewoon een primeur, hè? Jij bent het eerste YouTube kanaal waarop gezegd wordt dat het een echte relatie is. Ik heb het doorgedacht aan Matie. Lekker, lekker. Maar, eerlijk, wat dacht jij? Toen je die video online zag, want ik had niks tegen jou verteld. Die video is online, wat dacht je? Nou, toen ik die eerste keer die video zag, dacht ik meteen van... Jop, je bent zo slim. Ja, ik wil dit doen. Ik wil jou bellen, ik wil dit doen. Ik ga ook een meisje inhuren. En toen belde ik, het was echt, zei hij, Jop, ben heel dom. Heel dom. Opeens zegt hij, Tolke, ik heb een relatie. Wel, hoe doe ik dat? Wat deed je dan? Fuck you, joh. Nee, ga net naar de zee. Echt zo voor. Ik wil gewoon meteen gewoon weg van deze week. Ik dacht, Job een vriendin. Terwijl hij zei dat ik nooit een vriendin ga hebben. Mindfuck. Maar eindstand is het wel goed gegaan, denk ik. En wij zitten hier nu zonder die bitch. Oeh, nee, knip dat. Als je op een brief erin zit, maak mij. Boos before hoes. En dat is wel waar man, boos before hoes. Als Soraya Ooster zegt ik mag toch nog Jeyun niet, dan is het wel... Huh? What the fuck, is weg, huh? Je weet toch. Wat vind jij het kutste aan meisjes? Heel eerlijk? Ja. Zeg maar dat ze eerst A willen en dan B. Bijvoorbeeld ik en Soraya zitten gewoon te chillen. En dan maak ik een grapje. En dan in één keer moet ik weg. Ja. En dan zeg ik, ja maar het grap, nee, weg. Ja maar het grap, nee, weg. Zo. Weet je wat ik echt fucked up vind? Van die meisjes die gewoon overdrijven, man. Oh ja, alles 10 keer erger maken dan het is. Dat is zo van, je hebt bijvoorbeeld getraind, ja? Ja, ja. 2 uur lopen trainen, Wing Chun. Ja, ja, ja. Kom zo naar huis. Waar was je? Waar was je training? Waarom zei je niks? Ik heb lopen huilen. Ik dacht dat je weg was, je koffie stond je in de gang, je was naar Aruba met een andere man. Dan wil ik schrijven met vingerkort op mijn doof van. Zo, adios. Maar dat is wel waar, maar ik denk ook, ik ben ook wel benieuwd jongens, als meiden kijken naar deze video, laat in de comments jullie... Want jullie fucked up aan jongens vinden. Ik kan het wel genoeg noemen, want wij zijn gewoon fucked up, maar... Wij zijn heel fucked up. Onze prioriteiten zijn een beetje andere wereld. Ja, wij zijn niet zulke internet dingen, relaties, goals, relaties. Nee, dat valt echt mee, oké? We zijn niet zo van... Ik ga... 2 uur in de nacht voor mijn vriendinnetje ga ik pizza halen, want wat is cool. Dan reageert iedereen cute. Oh my god. Maar hoe kun je dat cute vinden? Zo van, ik heb nu 6 maanden een relatie. Oh, hoe ziet het uit? Echt, ik weet niet, ik zie alleen PF. Misschien is Catfish gewoon oude man van 40. Ik weet niet. Is dat wat fuck doen jullie man? Ga tenminste meten man. Ja. Rare chappies. Hoe zo neer. Wat gebeurt hier man? Hoor, die hele video escaleert. Nee, maar is wel warm. Maar jongens, kort video. Jullie hebben het antwoord op alles. Zet hier beneden in de reacties wat jullie van het kind aan meisjes als je een jongen bent. En als je een meisje bent aan jongens. Bedankt voor het kijken, like, abonneer op ons YouTube kanaal. En dan zien wij jullie weer ooit.